Welkom, Kreeft, bij jouw lezing. We gaan vandaag een lezing doen met het dek van de wijsheid van de vrouwelijke ziel. Daar gaan we 3 kaarten uitnemen. En dan gaan we die aanvullen met tarotkaarten. De eerste kaart is genezen van het hart. Mijn moedige zoektocht naar genezing brengt me een diepere relatie met mezelf. Grenzen. Mijn duidelijke grenzen laten me toe om mezelf te beschermen en mijn intenties te voeden. Eén zijn met de stroom. Als ik één ben met de stroom, ontstaat er magie. En dan gaan we er tarotkaarten bij nemen. En dan gaan we 2 rijen kaarten leggen, waarbij de tweede rij extra verduidelijking kan geven bij de eerste rij. De eerste kaart is de 9 van kelken met de ster. Dus hier kunnen we echt wel spreken van een wens die in vervulling gaat. Dat komt om, of dat zou kunnen komen omdat je inderdaad je ware zelf bent en dat je ook handelt vanuit wie je bent, dat het echt jouw authentieke ik is, jouw authentieke zelf is, waardoor dat die dingen ook kunnen gebeuren. En dat zou eventueel ook er kunnen mee te maken hebben dat je meegaat met de stroom. He, doordat je werkelijk je ook gedraagt naar de buitenwereld toe, naar wie dat je bent van binnen, dat het mogelijk is dat die go with the flow, dat die ervoor zorgt dat er een aantal wensen van jou, dat die werkelijkheid worden. De tweede kaart is de ridder van staven in combinatie met de 5 van zwaarden. Ik denk dat je hierbij duidelijk mag stellen wat jouw grenzen zijn. En dat we daar hier deze kaart mogen bij nemen. Enerzijds is het ook heel belangrijk te weten wat jouw grenzen zijn. Daar begint het bij. De volgende stap is dan om zelf die grenzen te respecteren. Want als jij zelf jouw eigen grenzen niet respecteert, dan gaat iemand anders dat ook niet doen. En dat is dan die derde stap. Dat we ook willen dat andere mensen jouw grenzen gaan respecteren. En dat is hetgeen dat je hier mag gaan doen en gaan aangeven welke dat die grenzen zijn, waar dat die liggen, die zelf gaan respecteren en ook gaan vragen dat anderen die grenzen respecteren. Dan hebben we de 3 van zwaarden met de koning van staven. Er is hier een verdriet dat verwerkt moet worden en dat vraagt tijd. De enige manier of een manier om dat te doen is om die gevoelens effectief te erkennen en die gevoelens er ook te laten zijn en die te doorvoelen. Dan is de genezing van het hart een kaart dat we erbij mogen nemen. Want doordat je gaat erkennen welke gevoelens jou hier verdriet brengen, wat hetgeen ook is dat die gevoelens triggert, wat vervolgens
een bepaalde reactie bij jou teweeg brengt of bepaalde gedachten bij jou teweeg brengt, dat jij daar bewust van wordt, van dat hele proces dat daarbij betrokken is. En dat gaat er dan voor zorgen dat jij jezelf ook beter gaat leren kennen. En met dan de bedoeling uiteindelijk en de regen die je hier ziet op de kaart, dat dat verdriet wordt weggespoeld. Dat is het uiteindelijke doel. En dan hebben we de maan in combinatie met de 8 van kelken. Je kiest er bewust voor dat je van deze situatie weg wil gaan. En dat ga je ook ten uitvoer brengen. Maar je mag daarvoor... je hebt al die gevoelens die je hier hebt, die heb je al bestudeerd. Maar anderzijds mag je om die nieuwe weg die je hier gaat inslaan, om die goed aan te vatten, even naar jezelf te kijken van: ben ik enerzijds de trouwe, loyale hond of ben ik anderzijds de wilde, instinctieve wolf? We hebben beide van ons, beide van die aspecten zitten sowieso in ons, maar het ene al meer dan het andere, en het is aan jou om te bepalen wat er wat de verhoudingen zijn en hoe dat jij daar dan mee omgaat. En ook eventueel welke gevoelens dat daar allemaal bij komen kijken. Zodat je een goed beeld van jezelf hebt voor die nieuwe weg dan in te slaan. En dan ga je hoopvol naar de toekomst kijken. En je staat er op te wachten. Je bent in blijde verwachting van wat dat de toekomst gaat brengen. En je gaat daar dan die eerste stapjes in zetten. Maar je ziet, die staat niet stabiel, hè, de schildknaap. Dus dat gaat nog een beetje zoeken zijn van wat dat juist moet inhouden. Maar sowieso kijk je hoopvol naar die toekomst uit. Zo, dit was jouw lezing. Ik wens je nog een prettige dag.